Zeeland tijdens de Eerste Wereldoorlog. Met vandaag vluchtelingenkamp Hontenisse. Hier aan de rand van Kloosterzande werd in het begin van de Eerste Wereldoorlog een vluchtelingenkamp of vluchtoord Hontenisse gebouwd. Het kamp werd in een no-time opgebouwd in opdracht van het Nederlandse leger door de soldaten, de genietroepen van het Nederlandse leger. Hier lagen ongeveer 4000 Belgische vluchtelingen. Vluchtoord Hontenisse was aan het begin van de Eerste Wereldoorlog het kamp voor de acute opvang van Belgische vluchtelingen in Zeeuws-Vlaanderen. Want na de Duitse inval in België sloegen ongeveer 2 miljoen Zuiderburen op de vlucht. Hiervan zochten bijna 1 miljoen mensen een veilig heenkomen in het neutrale Nederland, waarvan bijna de helft in Zeeland. Het begon rustig, maar in de loop van september 1914, naarmate de Duitse troepen steeds verder België introkken en er steeds meer verhalen over wandaden van Duitse soldaten uit het oosten van het land kwamen, meldden zich ook steeds meer mensen bij de Zeeuws-Vlaamse grens. De opvang van de vluchtelingen gebeurde eerst bij de Zeeuwen thuis, in huizen, op zolders, in kamers. Kamers werden ook verhuurd. Voor vluchtelingen zonder middelen werden kerken en scholen beschikbaar gesteld. Dat gebeurde eerst in de grensdorpen, maar later breidde zich dat onontkoombaar uit over heel Zeeland. Vanaf 6 oktober 1914 was er geen houden meer aan toen de Duitsers de aanval op Antwerpen inzetten. Na een verwoestend bombardement, een dag later, en de uiteindelijke val van de stad, nam de vluchtelingenstroom ongekende vormen aan. Er ontstonden opstoppingen, files van vluchtelingen. Ze kwamen met tienduizenden de grens over op dat moment. Mensen met karren, met paarden, veel lopend, soms ouderen en kinderen meevoerend in kruiwagens. Het was echt een enorme stroom vluchtelingen die hier doorkwam in plaatsen zoals Klingen. Omdat het in het relatief dunbevolkte Zeeuws-Vlaanderen al snel veel te druk werd, werden vluchtelingen ook met bomvolle schepen over de Westerschelde gevoerd. Dat was ook het moment dat de overheid ingreep en zelf de vluchtelingenzorg ging organiseren. In Zeeuws-Vlaanderen werd het kamp Hontenisse met spoed ingericht. Voor de noodopvang van vluchtelingen met de minste middelen. En het kamp was het goed georganiseerd. Er waren dus aparte tenten bij waar dan dus gezinnen zaten, maar er waren ook grote barakken bij waar dan dus de mannen en de vrouwen gescheiden waren. Want we waren natuurlijk een katholiek land, dus je moest niet de kat op de spek binnen, dus dat mocht niet. En er waren dus voor de kinderen was goed, er was een naaischool en er was een depot om kledingen op te slaan. Het was allemaal goed georganiseerd. Dan breekt de winter aan, het is een slechte winter. De ondergrond die echt doordrenkt door water. Door de combinatie van de kou, mindere voeding, grote concentratie met mensen, was de kans aanwezig op het uitbraak van besmettelijke ziekten. En die brak inderdaad ook uit, het zijnde de tyfus. En dat was ook een van de redenen waarom dan de mensen dus binnen het kamp moesten blijven, om de lokale bevolking te behoeden van besmettelijke ziekten. Vluchtoorden of Belgendorpen werden deze kampen genoemd, die ook elders in Nederland werden ingericht. En ook op andere plekken in Zeeland werden Belgen opgevangen. De meeste in steden als Middelburg, Vlissingen en Goes. Maar ook wel in de dorpen op het platteland. Ondanks de voedseltekorten die ontstonden, was de hulpvaardigheid van de Zeeuwen, zeker in het begin, erg groot. Vrijwel de meeste vluchtelingen keerden vrij snel naar huis terug, toen de strijd in België min of meer op een aantal fronten vast kwam te zitten. Dit in tegenstelling tot de duizenden Belgische militairen die met de val van Antwerpen ook de grens waren overgestoken. Zij werden, net als later in de oorlog, Duitse deserteurs en Engelse piloten die hier terechtkwamen, ontwapend en volgens de internationale regels in interneringskampen voor de duur van de oorlog opgesloten. Nederland heeft daarvoor later bij de Belgen nog een forse rekening neergelegd. Dat mocht volgens het internationale recht. De Belgen waren zeer boos, maar hebben uiteindelijk wel betaald. Begin 1915 was het aantal vluchtelingen in Zeeland alweer enorm gedaald. Zij die bleven werden door de Nederlandse overheid zoveel mogelijk verplaatst naar grote vluchtoorden midden in het land.
De opening van vluchtoord Uden in mei 1915 in Brabant, dat groter en beter voorzien was, betekende dan ook het einde van het Zeeuwse vluchtelingenkamp Hontenissen.